PSV onder 19 oefent tegen FC Dordrecht, een ploeg uit de tweede divisie van het District West. Een goed moment voor PSV om eens wat dingen uit te testen. Maar ook een aantal gebruikelijke namen in de ploeg. En dit is de eerste kans van de wedstrijd. Die komt voor de voeten van Cody Gakpo, maar die kan daar niet veel mee. Dit is Gianluca Scamacca en die haalt wel goed uit. Rechtsonder in het doel van Sven Scholten, de keeper van FC Dordrecht. En al na 2 minuten staat PSV onder 19 daardoor op een voorsprong in deze, ik kan wel zeggen, koude wedstrijd. Dit is een kans voor FC Dordrecht via Christos Maritinos. En dan krijgt die bal niet heel goed.